Ja. Oh, je bedoelt dat ik mag beginnen nu deze keer. Ja, het is even de laatste vlog in Curaçao van dit jaar van ons tweetjes. Ja, dat komt omdat jij helaas... morgen weg moet. Ja, ik heb nog een dag. Daar ga ik nog wel van genieten, maar ja, het is altijd jammer. Ja, op een gegeven moment komt er een einde aan. Deze week hebben we een paar leuke dingen gedaan. Tenminste, jij... Ontzettend leuk. Het was geweldig. Ja. Nou, in eerste instantie kregen we te horen dat je dus schildpadden kon zwemmen. Nee, niet met ze. Je kon ze zien als je ging snorkelen. Die houdt ze niet vast, zoals bij een dolfijn. Nee, maar dat bedoel je. Nee, maar even duidelijk hierin, want je mag ze helemaal niet van aanraken. Nee, dat doe je natuurlijk nooit. Dat zou helemaal fout zijn. Maar ik kreeg het te horen en we een bepaalde baai in stad en we zijn er naartoe gegaan. En snorkel aan en verdraaid, daar kwam dus een geweldige schildpad ervoor. Wat gebeurt daar nou in die baai? Dat is Playa Grande. Daar liggen vissersbootjes. En sommige vissers die maken vissen schoon aan boord van hun bootje. En dan gooien ze dat visafval, met darmen, weet ik al niet wat, vinnen en zo. Gooien ze overboord. En daar komen die schildpadden op af. En natuurlijk komen er ook een heleboel snorkelmensen op af. Waaronder deze man hier. Ja. Hij heeft een masker en hij is er helemaal verslaafd aan geraakt. Dat is geweldig. Er lag daar een soort lange pier in het water en er stonden ook mensen allemaal op. En er was ook een mannetje die dan natuurlijk voor fooi ook een beetje visafval in het water gooit. En dan kon je bijna tussen de schelpallen zwemmen. Dat was dan een beetje voor de toeristen, denk ik, toch? Ja, ja, goed. Kijk, ze willen hun geld aanverdienen. Die beesten die weten niet beter dat ze gewoon een lekker stukje vis krijgen en allemaal rare mensen om ze heen zien. Maar daar trekken ze zich volgens mij ook helemaal niet van. Nee. Was leuk. Maar je moet die beesten natuurlijk niet aanraken. Het zijn tenslotte wilde dieren en voor je het weet bijten ze een teen af. Ze hebben wel stevige kaakjes. Ja, dat hele stevige kaken. Ja. Ja. En natuurlijk omdat Hans zo gek was van dat snorkelen. Wij hebben hier op het park, zeg maar, allemaal appartementen, dat weet je. En dan... Een van die of twee appartementen zijn bezet door mensen die bij TUI werken. En die hebben Hans natuurlijk overgehaald een trip van hun, een soort excursie van hun te doen. We gaan snorkelen vandaag. Een spannende boottrip geboekt. En dan zou je dus op drie plekken kunnen snorkelen. En ja, natuurlijk, daar moest ik gewoon bij zijn. Ik denk van, nou, dat is een kans, dat wil ik gewoon meemaken. Ja, en heeft hij ons meegesleept dus, hè? Ik heb hun meegesleept. Ja. En de eerste duik was bij een boot, een gezonken sloep. En dat noemen ze een tukboot. Dat is een sleepboot, hoor. Dat is geen sloep. Dat is een sleepboot. Dat is een sleepboot. Een klein sleepbootje. Dat is een heel klein sleepbootje en er zwemmen natuurlijk enorm veel vissen omheen. Dus ik natuurlijk als een van de eerste in het water, was trouwens erg koud, het was nog vrij vroeg, en naar dat bootje gezwommen. En hij ligt op ongeveer 3 meter diepte, dus dat is allemaal heel goed te zien. En ja, op een gegeven moment zijn er ook allemaal visjes, komen er ook tevoorschijn. En de vissers zelf, of tenminste de excursieleiders, degene die dus die boot besturen, ja, die gooien af en toe een stukje brood in het water en dan komen die beesten natuurlijk op af. Nou, dat is gewoon hartstikke mooi en dan zit je tussen de tropische vissen gewoon in het echt. Ja, hij zat even in een aquarium. Maar goed, we gingen daarna door en dan... Het leuke was wel dat je het hele eiland langs voer. Aan de zuidkant, weliswaar. Aan de zuidkant. En het mooie ook is, de wind komt altijd van één kant. Dus je hebt de wind in de rug en dan heb je weinig last van de golfjes. Dus ook geen zeeziekte of zo. Wat ook niemand, hoor.
kom je op een gegeven moment op een plek en dat noemen ze de Blauwe Grot. Dat is heel raar. Het is een, ja, het is een grot die aan de zee ligt. En die kan je ook via het water bereiken door er, ja, zeg maar, in te zwemmen. Maar dat ingangetje vind ik niet zo leuk. Nee. Ik ging het niet doen in ieder geval. En er werd verteld van, nou, als je daar naartoe gaat, dan zou je waarschijnlijk toch een meter of 3-4 onder water moeten zwemmen voordat je in die grot bent. En dan, dan ben je weer even veilig natuurlijk. Ik vond dat natuurlijk ook wel eng, want ja, je zit toch, je bent toch aan het zwemmen in de zee met heel veel deining en heel veel krachten. En zo'n goede zwemmer ben ik niet meer en zoveel conditie. Yeah. Als ik 40 jaar geleden had, heb ik ook niet meer. Maar toch heb ik het gedaan. Ik wilde het gewoon doen. Nou, dat was ook leuk, want we hebben daar beelden van. En dan zie je eigenlijk dat water, eigenlijk juist onder water, het mooist blauw is. Dus de grot zelf is ook aardig. Maar het onder water is het echt heel rare kleur blauw. En daarvoor noemen ze het natuurlijk ook de blauwe grot. Ja, dat komt eigenlijk gewoon zaak door de reflectie van de zon die er zo bovenop staat. En dan krijg je een gek effect. Ja. Nou, ik vond het wel leuk. Ik vond het echt bijzonder. Maar ik was blij dat ik er weer uit was. Ja, en toen kwam je aanzwemmen en toen moesten we jou bijna half dood aan boord takelen. Ja, dat was echt ongeveer, nou, wat was het, 100, 150 meter terugzwemmen naar die boot. Nou, dat is toch wel een behoorlijk end. Ja, dat is voor dat de oude vandaag, hè, voor de 50-plusser. Daar ben ik niet gewend. Nee. Ik heb wel geoefend in het zwembad. En dat is gelukkig maar, want anders had ik het had hier niet kunnen zitten, denk ik. Nee, dan hadden we je moeten op, eigenlijk moeten opvissen. Ja. Dan was je zelf een vis geworden, maar wel een dode. Maar goed, dat was eigenlijk Hans zijn laatste week hier zo'n beetje op het eiland. Nou ja, oké. Ik vind het jammer dat hij weggaat, hè? Ja. Maar wat we ook nog gedaan hebben, met dat kunstproject, dat was geweldig. Oh ja. Kan je nog herinneren? Dat was een kunst. Het was ietsje, nou, ongeveer een weekje of twee geleden, was een kunstproject in de Bloemhof. Dat is een soort kunstenaarskolonie of. Zoiets, ja. En daar heeft iemand een kathedraal van doornen gebouwd. En daar was een opening. En dat was ook 's avonds. En daar zijn we toen even in geweest. En dat was fantastisch. Want je had ook bewegingssensoren. En dat wekte dan weer geluiden op. Dus je maakte eigenlijk, als je daar binnenliep, je eigen muziek. Nou ja, tonen. Voor wat het waard is natuurlijk. Ja, en wat ook wel leuk was, in die kathedraal staan allemaal afzonderlijke kunstwerken van mensen van het eiland hier. Dat vond ik ook heel leuk. Maar niet alleen van het eiland. Nee, niet alleen. Jeroen Krabbe was er ook bij. Ja, dat is een bekende naam. Ja, maar dat was geweldig. Je moet wel even weten dat ik volgende week veel meer ga doen, de volgende keer, aan dat fenomeen Bloemhof. Want het is echt heel interessant om daar eens iets van te weten. Zeker als je op bezoek bent op Curaçao, is het ook echt wel een bezoekje waard. Dan ben jij er dus niet meer bij. Dan zit ik in koude, natte, winderige Nederland. Ja. Ga morgen afscheid van hem nemen op de airport. Dat weer wel. Maar goed, we gaan nu even een eind aan draaien. Ja, hetzelfde natuurlijk altijd. We zeggen altijd, we spreken. Dat zegt hij natuurlijk altijd.